Ja, nou, de tragen groot en de wallen, dat is eigenlijk gewoon het gebied rond de ogen wat volumeverlies heeft of wat een beetje hangend is en waardoor dit... Ook hier, ook aan de binnenkant denk ik, tragen. Precies, inderdaad. Echt, ja. Inderdaad. Wat kunnen mensen daaraan doen? Nou, ze kunnen gewoon behandeld worden met een filler. Er zijn meerdere fillers die je daarvoor kan gebruiken. Even heel in het kort, je kunt hyaluronzuur gebruiken. Er zijn verschillende soorten, dun, dik, elastisch, etc. Je kunt soms een wat dikkere filler gebruiken, Radiesse. Dat gebruik ik niet zo vaak meer. En we hebben ook nog een andere, nieuwe behandeling, dat is Algenesse. En die kan ik wat oppervlakkiger gebruiken. En dat is wel een groot voordeel, omdat je dan nog een mooiere overgang kunt maken tussen het een en het ander. En zoals ik al eerder in een ander filmpje heb gezegd, het zorgt er ook voor dat een doorschijnende iets minder raakt. Ja. En dus minder wordt. Dan wordt het mooi egaal. Precies. Nog een andere behandeling die daarbij kan? Oh ja, plexer. Ja, de plexer. Nou, de plexer ga je echt die huid strakker maken en wordt ook die huid weer iets dikker. En daardoor wordt ook dat wal- of traangroot aspect, dus dat diepe liggende, dat bedroefde, wordt ook minder. Oké, duidelijk. En wat kunnen mensen verwachten die deze behandeling doen? Nou ja, goed dat het resultaat weg is. Je kan het heel goed behandelen. De tevredenheid is uitstekend en afhankelijk van het middel wat je kiest, is ongeveer 1,5 jaar. Dat het resultaat blijft. Okay. Ja. En je kan het ook combineren, denk ik. De flexie, tuurlijk, dat is absoluut soms nodig. Okay. Ja. En kan ik nog huilen? Dat vind ik wel belangrijk. Ja, zeker. Je kan absoluut huilen. Dus je kan gewoon nog traangoot, denk ik. Ja, je kunt echt die romantische films kan je gewoon bekijken. En dat is wel belangrijk. Gewoon lekker dikke tranen. Okay. Ja, precies. Wil je nog iets toevoegen? Helemaal niks. Nee? Dan gaan we naar de samenvatting. Want als je last hebt van traangoot of wallen, dan kan je daar meestal een filler voor gebruiken, maar heel veel verschillende keuzes weer tussen de fillers. En je zou ook voor de plexor kunnen gaan, plexorbehandeling. En dan wordt alles weer mooi egaal en je kan nog huilen. Pluspunt.